De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Formido Deco Bouwmarkt, HDI Gerling, Syntix Innovative Lubricants, Kent Excellence in Chemistry Solutions en Fokwa Schadeherstel. Welkom bij een nieuwe blik achter de schermen bij de Supercar Challenge powered by Pirelli. Het Benelux kampioenschap voor GT en tourwagens. In de basis is de Supercar Challenge een gentleman series. Dus een platform voor non-professionele rijders die met heel veel passie en gedrevenheid hun sport op het hoogste niveau uitoefenen. Maar we zien ook steeds meer jong talent terug in de snelste divisies. En daarmee beginnen we deze aflevering van Supercar Challenge Inside. Hoe kun je met zo weinig ervaring toch meedoen op het hoogste niveau? En dat kunnen we het beste vragen aan Davy Lemmens van Davy Tech Engineering, die dit jaar het 17-jarige talent Max Kubot achter het stuur van de Chevrolet Corvette C6 plaatste. En het is inmiddels een feit. Max Kubot werd de jongste kampioen ooit in de Supercar Challenge powered by Pirelli. Maar waar komt die filosofie vandaan om een jong talent direct in een GT-wagen te zetten? Ja, in de basis zijn heel veel mensen heel erg druk bezig met karting en daarna gaan ze naar de formuleauto's. En dan zie je toch dat heel veel mensen hele lange weg afleggen die heel veel geld kost. En uiteindelijk de doelstelling, Formule 1, bereikt heel weinig mensen. Dus 0,0001% haalt dat. En als je nu ziet iemand als Max die vanuit de karting richting GT's gaat en zich zo snel ontwikkelt als een goede GT-rijder. Ja, Max zelf is 3 keer gebeld dit jaar om een andere GT-auto te stappen. Dus dat valt op. En als je nu kijkt de GT, het GT3-veld, hoe groot dat is, hoeveel profi's dat er rijden, hoeveel mensen betaald worden om te rijden. Ja, dat is denk ik een weg die makkelijker haalbaar is. En uiteindelijk kun je van je hobby je werk maken en dat is wel elke coureur. Ja, het is niet eenvoudig. Maar als je genoeg ervaring hebt en karting is natuurlijk een hele mooie stap. Er worden heel veel basistechnieken geleerd. En als je dan een beetje goede begeleiding hebt in een GT-auto, ja, dan zie je wat er met Max gebeurt. Dat wordt gewoon een hele goede GT-rijder. Ik hoop dat hij nog bij mij rijdt volgend jaar. Maar ik zie hem heel snel in de GT3 rijden. En Davy Lemmens zit er niet ver naast. Max Kubot heeft al 2 testdagen bij Reiter Engineering achter de rug. En heeft ook al een aanbieding om bij Callaway Competition te gaan testen. Beide teams doen mee op het allerhoogste niveau in de GT-racerij. Dus wie weet. Ook is er al getest met meerdere rijders uit de karting. Waaronder zelfs een 14-jarige Poolse rijder. Ook een drievoudig kartkampioen uit Maleisië heeft al interesse getoond. De Supercar Challenge lijkt dus de perfecte kweekvijver te zijn voor jong talent met ambitie om professioneel GT-coureur te worden. Dit jaar zette ook de 16-jarige Huub Delnooy zijn tanden in het stuur van een raceauto. En Huub doet met de Lotus Exige direct mee in de kop van het supersportveld. Waar komt toch die snelheid vandaan? Ja, ik denk toch de ervaring met het karten. Karten is heel explosief. Het is maar een minuut of een race van 15 minuten. Dus ja, elk stuurbeweging, elke remmen is zo belangrijk. En ik denk dat je daar heel veel van leert. Jonge talenten uit de karting vinden dus hun weg naar deze raceklasse. Maar ook jonge coureurs die al reeds zichzelf internationaal hebben bewezen, nemen deel aan de Supercar Challenge powered by Pirelli. Waaronder de 27-jarige Kelvin Snoeks. Op zijn 15e begon hij zijn carrière met internationale kartwedstrijden. In 2007 maakte hij de overstap naar de Formule Renault 2 liter klasse. En in 2009 het internationale Formule Master kampioenschap. Maar de echte stap werd in 2010 gezet toen hij deelnam aan het prestigieuze FIA Formule 2 kampioenschap. Het hoogtepunt kwam al direct in het tweede raceweekend met een podiumplek. Maar na 2 jaar besloot Kelvin Snoeks zich te gaan richten op GT en tourwagenracen. In 2012 en 2013 reed hij in de internationale Eurocup Megane Trophy van de World Series bij Renault. En ook dichter bij huis nam hij deel aan het Dutch GT kampioenschap met een BMW M3 en in het tweede seizoen een Chevrolet Corvette GT4. Maar met het terziele gaan van beide kampioenschappen kroop Kelvin Snoeks dit seizoen achter het stuur van een Volvo S60 V8 voor deelname aan de Supercar Challenge powered by Pirelli. Het zag er direct veelbelovend uit, maar ondanks een record van 5 overwinningen dit seizoen greep hij helaas naast het binnenhalen van het kampioenschap. Ik heb 3 keer technische problemen gekregen dit jaar.
Eén keer, de eerste race, heb ik zelf een fout gemaakt. Dat ik de muur in had geboord. Toen had ik een beetje verkeerde bandenkeuze. Maar ja, uiteindelijk was ik degene die de fout maakte. Dus ik ben uiteindelijk 4 races niet gefinished. Dus ja, daardoor heb je al zo'n achterstand. Maar ja, uiteindelijk wel weer na de tweede of derde weekend toch wel veel progressie gemaakt en veel races gewonnen. Kelvin Snoeks neemt het met de 700 pk sterke Volvo Silhouette op tegen GT3 en GT2 wagens. Een knappe prestatie als je bedenkt dat er maar weinig elektronische hulpmiddelen aan boord zijn. Ten eerste hebben de GT3 traction control. Dat houdt in als je op het gas gaat dat de achterwielen zich corrigeren. Dus dan kan je gewoon veel vroeger op het gas. Want ja, je hebt gewoon de vertrouwen, want je weet dat de auto niet zomaar uitbreekt. En dat hebben wij dus niet. Dus wij moeten heel rustig op het gas. We hebben bijna 70 pk. Ja, je weet wel, 700 pk met een auto van 1050 kilo, dat gaat nogal snel, nogal snel overstuur, moet ik zeggen. En wat nog een voordeel ten opzichte van de GT3, wat de GT3 hebben ten opzichte van ons, is de ABS. Dat houdt in dat je tijdens het remmen ervoor zorgt dat de wielen niet blokkeren met ABS. En bij ons hebben we dat dus niet, dus wij moeten heel gedoseerd remmen. Ik moet zeggen, we hebben niet zo heel snel blokkerende wielen, maar vooral als het wat kouder wordt of het regent, ja, dan hebben we echt een nadeel ten opzichte van de GT3-auto's. Maar waarom dan juist de keuze voor een Nederlands kampioenschap zoals de Supercar Challenge? Voornamelijk ook voor de naamsbekendheid. Ik reed voorgaande jaren in het Dutch GT. Daar hadden we ook veel exposure op de Nederlandse televisie met de RTL 7. En de Dutch GT is gestopt en toen zijn we naar de Supercar Challenge gestapt. Omdat daar ook gewoon veel mogelijkheden bieden voor onze partners. Zonder de juiste sponsoren kan je het tegenwoordig niet ver meer schoppen in de racewereld. Zo is bijvoorbeeld HDI Gerling al jaren een trouwe sponsor in de autosport. Het zijn dit soort grote sponsoren die de autosport in leven houden. En daarmee ook de jonge coureurs ondersteunen in het waarmaken van hun dromen. Voor Kelvin Snoeks is de ambitie niet enkel om zelf professioneel coureur te worden, maar ook om jong talent en gentleman riders te coachen in hun passie. Wij zijn dit jaar Race Driver Academy opgestart om jonge coureurs te begeleiden en gentlemen om hun eigenlijk sneller te maken. Vooral de meeste gentlemen die zijn erg gepassioneerd met de sport bezig, maar ze halen niet het maximaal uit hunzelf. En door middel van Race Driver Academy kunnen wij hun op de juiste manier begeleiden om sneller te maken. Ik heb zelf veel ervaring in de autosport. Ik rijd zelf al 7 jaar op hoog niveau. En die ervaring wil ik graag overbrengen naar de rijders. En dat doen we door middel van bepaalde racefactoren. Een van de manieren om een rijder snel te maken, doen wij door middel van de data bekijken en een videoanalyse. We kunnen makkelijk zien hoe hij een bocht in stuurdoel laat, die remt, met hoeveel remduct hij remt, hoe hij het zelf allemaal oppakt, hoe zijn fysieke versteldheid is, hoe lang hij het volhoudt. Dat zijn allemaal punten waar wij naar kijken hoe een rijder ervoor staat. De ondersteuning van de coureurs vindt niet alleen plaats op het circuit, maar ook binnen de muren van de Technische Universiteit Delft. Daar maakt Race Driver Academy gebruik van hoogwaardige simulatoren ontwikkeld door oud-Formule Ford kampioenen Stefan de Groot en Vincent van der Valk. De race simulator in TU van Delft is een erg goede racefactor die wij hanteren. Want ja, hoe meer meters je maakt, hoe beter je wordt als coureur. En op de simulator in Delft is gewoon heel realistisch rijden. En door middel van data-analyse en video-analyse kunnen wij precies zien hoe de rijder ook ervoor staat. En hoe meer een rijder eigenlijk op dat soort goede simulator traint, wordt hij gewoon een betere rijder. En daardoor kunnen wij gewoon dat stapje maken. Sim Delft heeft een tweetal simulatoren staan. Een GT-auto simulator en een Formule Auto simulator. Die we gebruiken om rijders te trainen, techniek te trainen en circuits te trainen. Nou, onder andere met Kelvin en zijn rijders. Die simulatoren zijn echt gericht op beter leren racen, meer na te denken over je racen. En wij analyseren dat. We helpen rijders inzichtelijk te maken over hoe ze kunnen verbeteren, wat ze kunnen verbeteren. En daar hebben we allerlei verschillende auto's voor, van formuleauto's tot tourwagens. Nog een voordeel van een race simulator is, je kan een keer een foutje maken en je kan het limiet gewoon opzoeken. In het echt, als je eraf gaat, dan heb je een pak schade. En in een simulator zijn die kosten natuurlijk helemaal niks. En om aansluiting te houden op het echte racen heeft Race Driver Academy ook daar de perfecte voorbereiding voor ontwikkeld. Fysieke gesteldheid is erg belangrijk voor de jonge rijders. Ja, de rijders weten het natuurlijk hartstikke goed, maar wij hebben een speciaal programma ontwikkeld voor de rijders om hun fysiek zo sterk mogelijk te maken. Denk door middel van je nek, van je benen, van je conditie zelf. Die moet gewoon zo goed mogelijk zijn als jij succesvol wil zijn.
in de autosport. En wij kunnen daar de jonge rijders perfect in begeleiden. Dit soort dingen zijn gewoon erg bepalend voor hoe jij je carrière wil uitstippelen. Als jij een verkeerde keuze begin van je carrière maakt, zou je dat je hele carrière meenemen. En je krijgt maar weinig kansen. En die kans wil je gewoon gelijk goed benutten. En daarin is Race Driver Academy gewoon erg sterk. Kelvin Snoeks richt zich dus op de autosportmarkt. Maar de familienaam Snoeks is ook al ruim 50 jaar een begrip in de autobranche. En heeft inmiddels de Europese markt veroverd met een bijzonder marktaandeel. Snoeks is vooral bekend van het maken van de zogenaamde aannemersversies of ook wel dubbele cabines. En deze worden gemaakt door een extra bank in een bedrijfswagen te plaatsen met een separatiewand. En veel mensen denken dat dit door de fabrikanten zelf wordt ontwikkeld, maar het unieke is dat Snoeks dit doet. Het grappige is dat dit concept hier in Nederland ontstaan is en in de loop der tijd is het in volume zodanig interessant geworden dat we het nu weer terugbrengen naar de fabrikant. De ontwikkeling van dit concept geschiet hier in Nieuw-Vennep en we maken het helemaal gereed zodat uiteindelijk de fabrikant het weer kan gaan inbouwen. De ontwikkeling van deze concepten geschiet tegenwoordig geheel digitaal. Dit houdt in dat wij op basis van de computermodellen die wij van de fabrikanten aangeleverd krijgen onze ontwikkeling doen. Een recent door Snoeks ontwikkeld concept is het product wat wij voor Renault Trafic hebben ontwikkeld, gezamenlijk met Renault. Dit product wordt nu in Frankrijk door Renault ingebouwd. Snoeks Automotive past alle kennis over veiligheid en comfort toe in hun producten. Kennis die voortkomt uit onder andere de autosport. En dit gebeurt dus op een zodanig hoog niveau dat verschillende autofabrikanten de Snoeks producten weer zelf gaan toepassen. Maar ook Renault, dat al jaren actief is in de Formule 1, de World Series en natuurlijk de Clio Cup, past hun kennis uit de autosport toe. Zo ook bij hun bedrijfswagens. De motoren die gebruikt worden bij de Renault Trafic zijn twin turbo energy motoren. Deze motoren bevatten twee turbo's waardoor ze niet alleen zeer krachtig en soepel rijden, maar bovendien heel erg zuinig en heel erg schoon zijn. Zelfs het schoonst en zuinigst in hun segment. Deze motoren die zijn ontwikkeld in combinatie met de engineers van Renault Sport die ook verantwoordelijk zijn voor de motoren van de Renault Formule 1. Deze ontwikkelingen uit de autosport komen ook terug met betrekking tot het comfort en de veiligheid van het voertuig. Daarom heeft Renault in combinatie met Snoeks Automotive een dubbele cabine ontwikkeld die het transport van mensen en goederen eenvoudig kan combineren. Professionaliteit is niet alleen belangrijk in de autosport, maar is ook belangrijk met betrekking tot de onderhoud van een bedrijfswagen. Daarom heeft Renault het ProPlus label enige jaren geleden geïntroduceerd, wat helemaal geënt is op de verkoop en aftersales van bedrijfswagens, zoals op- en ombouw, verlengde openingstijden en alle advies op maat. Terug naar het racen waar dus veel bedrijven hun kennis vandaan halen. Na de onderbreking gaan we verder met Supercar Challenge Insight en nemen we het reglement onder de loep en maken we kennis met het team van winkelstraat.nl. De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Formido Deco Bouwmarkt, HDI Gerling, Syntix Innovative Lubricants, Kent Excellence in Chemistry Solutions en Fokwa Schadeherstel. De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Formido Deco Bouwmarkt, HDI Gerling, Syntix Innovative Lubricants, Kent Excellence in Chemistry Solutions en Fokwa Schadeherstel. Welkom terug bij Supercar Challenge Insight, het achtergrondprogramma van dit GT en Tourwagen kampioenschap. Voordat we nader kennis maken met een van de deelnemende teams, kijken we eerst naar de raceklasse zelf. De Supercar Challenge powered by Pirelli bestaat al sinds 2001 en is daarmee een van de langslopende raceklassen van Nederland. Inmiddels heeft het een officiële FIA-status en lijkt het hoogtepunt nog niet bereikt. Reden voor dit succes is lastig uit te leggen. Maar mogelijk ligt het aan de vriendelijke sfeer op het paddock en het eenvoudige reglement waar de wagens aan moeten voldoen. Wij praten met Dick van Elk, de organisator van de Supercar Challenge powered by Pirelli. Ja, de Supercar Challenge is in feite een paraplu waaronder drie raceklasses actief zijn. Dat is één klasse met GT's, verdeeld in drie groepen. Een klasse met tourwagens, verdeeld in twee groepen. En dan nog een aparte klasse voor sportscars, hele lichte auto's die er een beetje uitzien als die Le Mans auto's. We hebben drie klasses in de GT, dus de Super GT, de GT en de GTB. Die zijn allemaal in principe ingedeeld op basis van de verhouding tussen het wagengewicht en het motorvermogen. En dan proberen we dat zodanig te balanceren dat uiteindelijk binnen zo'n groep een leuke competitie ontstaat. Zodat binnen zo'n groep
uiteindelijk iedereen competitief tegen elkaar kan racen, ondanks het feit dat er verschillen zijn. Door dit heldere reglement zien we ook de meest uiteenlopende wagens in dit kampioenschap. Waaronder ook veel van de huidige generatie GT3-auto's, zoals de Lamborghini Gallardo FL2, de Ferrari 458 en de SRT Viper. Toch rijdt de Viper in de hoogste klasse, de Super GT, en de andere GT3-wagens in de GT-klasse. Nee, technisch zit er wel natuurlijk wat verschil. Hè. Die Viper heeft nog iets meer vermogen, vandaar dat hij ook in de Super GT zit met nog een aantal anderen. Maar zo'n Lamborghini bijvoorbeeld, dat is gewoon een GT3-auto. Die zou in theorie ook mee kunnen strijden in de hoogste categorie. Maar dan moet je een hele goede rijder in zetten, die echt het maximale eruit haalt. Nou, de rijders die bij ons rijden, die laten toch nog 2 seconden misschien liggen. Dat lijkt niet veel, 2 seconden, maar dat is dan toch wel aardig veel per rondje als je dat doet. En vandaar dat we dan kijken hoe we dat balanceren en zorgen dat die auto, die combinatie, mag dan 1 klasse lager rijden. Zonder dat dat de competitie vervalst. Ik vind dat Dick van Eyck met zijn team een supergoede job doet. Met de supercar altijd alles goed verzorgd en gewoon een leuk platform om op die manier te racen. Het werkt heel goed, want het betekent dat iedereen ook tot zijn recht komt. Het gaat niet alleen maar om de snelste ronde te rijden, de pole te trainen, de snelste ronde te rijden en dan vanaf de start weg te rijden. Want dat is geen racen. Doordat we de indeling maken zoals die nu functioneert, betekent dat er echt geraced wordt. Mensen worden teruggezet, mensen moeten echt racen voor positie. En dat betekent dat ze op de baan veel meer bezig zijn met het inhalen van iemand anders, het proberen in te halen. Maar dat het ook voor de toeschouwers veel leuker is. En in die 3 divisies, die Super GT, GT en GTB. Er is een onderscheid, zowel in deelnemersnummer, het zijn honderdtallen, dus 100, 200 en 300 serie. Maar aan de buitenkant van die auto's hebben we ook displays geplaatst, waarop je met een LED-display kan zien in welke positie iemand rijdt en in welke klasse die rijdt. Dat kan aan de hand van de kleur, blauw is voor de Super GT, rood voor de GT en groen voor de GTB. En op het moment dat ze voorbij komen, dan verspringt iedere keer op start-finish het nummer van de positie waar iemand dan rijdt. Dus zo kan je ze ook uit elkaar houden. Maar hoe hou je dan de verschillende klassen zelf uit elkaar? Tijd om de boel eens op een rijtje te zetten. De Super GT-klasse is te herkennen aan startnummers die beginnen met het 1, bijvoorbeeld 103. De gewichts-pk-verhouding ligt hierbij tussen de 2,8 en 3,2 kilo per pk. Een auto van bijvoorbeeld 1000 kilogram mag dan maximaal 357 pk aan de wielen hebben. En dit is het vermogen dat de wagen via de wielen op het asfalt zet. En zo heeft iedere klasse zijn eigen gewichts-pk-verhouding binnen de Supercar Challenge. Maar hoe wordt dit dan gemeten? Speciaal voor het kampioenschap werd er een powerlog-systeem ontwikkeld dat tijdens het rijden de acceleratie meet. En in combinatie met het wagengewicht bepaalt dit dan in welke klasse je uitkomt. De GTE-klasse is te herkennen aan de 200-nummers en de startnummers van de GTB-klasse die herken je dan aan de 300-nummers. In de sportklasse zien we vooral tourwagens. De startnummers van de supersportklasse beginnen met een 4, de sportklasse met een 5. De Superlights is de klasse voor de prototypes en daar wordt een indeling gehanteerd op basis van het wagentype. De Radical SR3 en de oudere CN prototypes gaan in groep 3. En de snellere SR8 machines van Radical en de moderne CN prototypes gaan in groep 2. Alle wagens hebben daarbij een startnummer in de 700. Als extra competitie-element krijgen de succesvolle rijders extra pitstopseconden. Deze coureurs moeten dus langer stilstaan tijdens de verplichte pitstop, die normaal 60 seconden duurt. Als een rijder in de voorgaande race wint, moet hij de volgende race 15 seconden langer stilstaan. 10 seconden voor de coureur die als tweede finisht en 5 seconden voor de derde plaats. Word je vierde, dan gaan er 5 seconden af. Vijfde, dan gaan er 10 seconden af. En zesde of lager, u raadt het al, 15 seconden. Maar waarom is dit eigenlijk gedaan? Nou, op het moment dat je de ideale combinatie hebt met een hele goede rijder, een heel goed team en een hele goede auto, dan zou die theoretisch alle wedstrijden winnen. Om dat te voorkomen, want dat is niet leuk. Dat is ook voor zo'n rijder niet leuk. Die vinden het natuurlijk wel leuk om dan heel makkelijk kampioen te worden. Maar dan ben je niet aan het racen. Dan kan je beter snelle rondjes gaan rijden op een trackday. Om daar competitie te maken. Zorg ervoor dat er iemand wint. Dan krijgt hij bij de volgende keer de pitstop. Normaal gesproken staat voor iedereen 60 seconden. Krijgt hij 15 extra seconden. Dat hij langer moet stilstaan. Dat betekent dat hij na de pitstops, ook al zou hij wat seconden voorsprong hebben op de rest van het veld, wordt hij opeens teruggeworpen. Dan moet hij er weer voor racen om erbij te komen. Als hij nou zo goed is dat hij 2 keer achter elkaar zou winnen, krijgt hij er weer 15 seconden bij. En dan moet hij opeens 30 seconden dichtrijden. Nou, dat betekent dan een hele opgave als het een veld is met 15 of 20 deelnemers, waarvan er misschien wel 15 in staat zijn om naar het podium toe te rijden. Dus dat betekent competitie voor
een hele goede combinatie. Maar het betekent ook mogelijkheden voor de mensen die daar net iets onder zitten qua kwaliteit. En dat geeft een hele leuke competitie en ja, maakt het heel gevarieerd voor iedereen. En voor ieder kampioenschap geldt natuurlijk dat je punten kan scoren voor iedere wedstrijd. Hoe is dit geregeld binnen de Supercar Challenge? Je krijgt punten door tijdens de kwalificatie de snelste ronde neer te zetten per divisie. Dus die krijgt dan ook de pole, die mag vooraan in zijn divisie starten. Daar krijg je een punt voor. Dan tijdens de races zijn er punten te verdelen voor de eerste 10 van 20 tot 2. En voor de man die de snelste ronde heeft, of vrouw die de snelste ronde heeft. Dat zijn gelukkig ook heel wat vrouwelijke deelnemers. Dus voor die deelnemer die de snelste ronde heeft gedraaid, die krijgt er ook een punt voor. Dus per race zijn er 22 punten te verdelen. Nou, we hebben 8 evenementen met 2 races. En dan mag je uitrekenen hoeveel punten er totaal te verdelen zijn. Het eenvoudige maar doeltreffende reglement zorgt ervoor dat de Supercar Challenge al jarenlang goed gevulde startvelden heeft. En dit maakt het ook voor sponsoren weer heel interessant. Dit is goed nieuws voor de raceklasse zelf, maar zeker ook voor de teams. Ja, we hebben Winkelstraat die sponsor is. We hebben leuke dingetjes gedaan ermee. We hebben in social media veel gedaan met ons raceteam. Dat heeft ook geresulteerd in heel veel social media aandacht. En nou, we hebben zeg maar twee jaar achter elkaar nu Winkelstraat als sponsor. En ja, best wel tot volle tevredenheid. En ja, nogmaals, ook dit soort evenementen, je krijgt redelijk veel exposure. Zoals we nu ook aan het doen zijn in de media. En dat blijft denk ik een van de belangrijkste dingen van de sport. Ja, Winkelstraat.nl is onze hoofdsponsor voor het tweede seizoen. En ja, daar zijn we ontzettend gelukkig mee. En het is vaak niet makkelijk om goede sponsors te vinden. En zonder sponsors is de racesport nagenoeg ondoenlijk. Winkelstraat.nl biedt een online platform voor onafhankelijke winkels. Ze hebben ongeveer 800 verschillende merken, designermerken in hun bestand. En het is ze hebben voor vrouwen en mannenkleding, kinderkleding. En zeg maar de combinatie van de snelheid waarmee ze uitleveren, die snelheid zien ze ook graag terug in de autosport. En dat is een van de redenen om ons te sponsoren. Nou, Rick is natuurlijk is mijn teammaat. Hè? En we hebben een ontzettend leuk seizoen gehad. Ook veel competitie gehad met elkaar. En daar was het natuurlijk ook om te doen. Dat maakt ook het racen gewoon heel erg leuk. Als je op een gegeven moment het narrow racen, zeg maar, dat je dicht bij elkaar bent en de kleine gevechtjes op de baan, die maken het racen zo leuk. En nou goed, ik heb daar enorm veel leuke momenten aan overgehouden. En die momenten die vergeet je natuurlijk niet zo snel. En nogmaals, dat maakt het racen heel erg leuk. Ja, wat je wil laten zien zijn natuurlijk goede prestaties en mooie rondetijden, consequent rijden. En wat je eigenlijk wil laten zien is aan het publiek is een hele mooie strijd. Dat is eigenlijk natuurlijk het leukste van de racesport, is een strijd met elkaar. En dat je kunt vechten om verschillende posities. En als er heel veel publiek is, zoals vandaag hier met deze race weer, dat is natuurlijk het leukste om te doen als coureur. Ja, dit is eigenlijk ons zeg maar, tweede echte raceseizoen. Vorig jaar deden we samen één auto, nu hebben ieder een eigen raceauto. Het zou misschien een mooie stap zijn om volgend jaar naar de GT's of Super GT's naar de rand over te stappen of daar door te groeien. Dus we gaan met het team evalueren en kijken waar we staan en waar we naartoe kunnen groeien. Want het is niet de bedoeling dat we zeggen, nou, we blijven hierbij. Dus progressie maken als coureur en als team, dat is hetgeen waar we voor staan. En zo zijn er meer teams met plannen om door te groeien binnen de Supercar Challenge. Maar welke ambities worden verwezenlijkt en welke stappen worden er daadwerkelijk gemaakt? Dat zien we natuurlijk volgend jaar tijdens de eerste race van het 15e seizoen van de Supercar Challenge powered by Pirelli. De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Formido Deco Bouwmarkt, HDI Gerling, Syntix Innovative Lubricants, Kent Excellence in Chemistry Solutions en Fokwa Schadeherstel.